Goedenavond en welkom bij Kruispunt op deze derde zondag van de Advent. We zijn op weg naar Kerstmis en daarom staat deze uitzending in het teken van moeder en kind. In het teken dus ook van tienermoeders. Ze krijgen te maken met vele vooroordelen. Ze zouden onverantwoordelijk zijn en niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Ook de 22-jarige Vida Berous kreeg hiermee te maken toen ze al op jonge leeftijd moeder werd. Haar ervaringen inspireerden haar om een film hierover te maken. Poppen die huilen, heet die film. Afgelopen vrijdag ging hij in première. Kruispunt volgde Vida en een aantal tienermoeders bij het maken van deze film. Kijkt u naar een reportage van Marjolein Lavors en Ines ten Berge. Hoe oud is Jari nu? 2 jaar. Hoe oud was jij toen je hem kreeg? 16. Hoe heet je kindje? Shanaili. Ben je blij met hem? Ja, natuurlijk. Ja. In het begin is altijd even een shock geweest. En vooral in mijn omstandigheid. Ik heb zoiets van, ik heb haar gekregen en ik heb geaccepteerd hoe het is. En ik zou nou echt nooit meer zonder haar kunnen. Vind je het moeilijk om Lorenzo op te voeden? Heel erg. Ja. Kijk, opvoeden is iets heel erg. Opvoeden is niet zomaar iets. Je kan, het is niet eten geven, slapen, samen spelen en praten. Er komt er veel meer bij kijken. Je bent een voorbeeld, hè? Dus alles wat je doet, neemt je kind over. Dus en om een goede voorbeeld te zijn, constant. Ja, dat vind ik heel erg moeilijk, ja. In een wereld en je eigen wereld is het denk ik ook heel erg. Als je verliefd bent, dan ben je ook echt, dan wordt die beeld nog fantasierijker. Van wauw, ik ben verliefd. Ik wil een huisje en een boompje en een beestje. En oh, hij blijft wel bij mij als ik een kind heb. De vraag wordt me wel vaak gesteld van is het een bewuste keuze? En dan denk ik van nou, eigenlijk is het een ja en een nee. Je weet dat je zeg maar zwanger kan raken. Maar je weet niet waar je aan begint. De dag van de bevalling kwam ik pas achter dat ik zwanger was. Dus ja, ik had niet naartoe kunnen leven. Je had er niet op gerekend. De meeste mensen komen erachter en die hebben die maanden tijd om eraan te wennen. Die hebben leuke dingen kunnen doen. Kleren kunnen halen. Kinderkamer kunnen inrichten. Ja, ik had in 3 uur tijd ook opeens een kind op mijn schoot. Van, ja, alsjeblieft, het is van jou. Het is voor mij gewoon een hele lange periode dat ik echt na moest denken van ben ik er nou blij mee of ben ik er ongelukkig mee, wat moet ik hiermee? 7 jonge moeders vertellen in de film Poppen die huilen openhartig hun verhaal. Alle opnamen zijn gemaakt in een lege fabriekshal in Eindhoven. Een lege, kale ruimte als het symbool voor het isolement van de moeders. Nou, je ziet wel bij die meiden dat ze heel vaak uit kwetsbare gezinnen komen. Dus geen leuke jeugd hebben gehad. En er zijn ook een aantal moeders die op het moment dat ze vertellen dat ze zwanger zijn, niet meer welkom zijn thuis. Er zitten ook een aantal vluchtelingen tussen.
allochtone meiden die alleen wonen op een kamer. Dus ja, het is een hele, hele gevarieerde groep, maar wel een hele kwetsbare groep. Kom maar die popbroekkamer aan zo. Kon je een paar jaar geleden voorstellen dat je zo jouw moeder zou worden? Nee, ik wilde vroeger absoluut geen kinderen. Want een dagje oppassen vond ik wel leuk, maar dan had ik ook wel weer gehad met kinderen. Dus ik kon me dat echt niet voorstellen. En toen raakte je zwanger? Ja. Hoe kwam dat? Ja, onvoorzichtig geweest dus. Ja, toch ook best zwaar af en toe. En je werd heel veel aangekeken door mensen op straat. Met, ja, afkeurende blikken voornamelijk. Dus dat was af en toe wel heel moeilijk. Ja, voornamelijk op school. Zo van, kijk, daar heb je die hoer weer. En... Heb je abortus overwogen? Ja, voornamelijk de eerste dag. En toen, ja, ik kreeg dezelfde dag, kreeg ik nog een echo. Toen was ik al 14 weken en toen lag hij lekker te slapen en te duimen. En toen kon ik het niet meer. Toen dacht je toch, dat is mijn kind. Ja, maar alles zat er al op en eraan, dus ik moest alleen nog groeien. Ben je onvoorzichtig geweest? Naar mijn mening en gedachten niet, want het ging goed en ik heb het gewoon veilig gedaan en die dingen. Maar ja, het is schijnbaar gewoon iets fout gegaan en het was de eerste keer waardoor mijn dochter meteen ontstaan is, zal ik maar zeggen. En ja, je denkt er verder niet bij na, je bent jong. Je eerste keer seks, ja. Bedoel je? Ja, en schijnbaar is het dus gewoon misgegaan met condoom of iets. En daardoor ben ik meteen zwanger geraakt. Maar ja, je bent jong, je doet je dingen. Je gaat er dan niet bij stilstaan. Ja, het kan zijn dat ze als volwassenen aangezien willen worden. Dus nou, we willen echt als een volwassen persoon aangezien worden. Dus neem een kind. Of ze willen zich binden aan een jongen. Van ik ben verliefd en als ik een kindje van hem neem, dan blijft hij wel bij me. En wat ik ook wel vaak heb gezien, is een machtpositie. Van, de jongen heeft ook een kindje bij een andere vrouw. En dan zien ze dat meisje als de machtpositie. En dat moeten wij dan ook hebben, want anders gaat hij wel terug naar haar. Dus als ik een kindje bij hem heb, komt hij ook, dan komt hij naar mij. Ze weten alles, ze weten, ja. Maar het gaat niet zozeer om... Want dat is ook, bedoel, de technieken en de voorboedsmiddelen kennen ze wel. Maar hoe het is om met een jongen in bed te liggen en om je grenzen aan te geven en om te zeggen wat je wel en niet wil, dat is een heel ander verhaal. En daarin zijn ze wel heel kwetsbaar. Dus de beleving van seksualiteit, daar zou ook veel meer voorlichting op moeten zijn dan de voorboedsmiddelen zelf. En dat is wel bekend bij de meesten. Oké, we gaan hier een cirkel maken. Ja, we gaan het anders doen. Ze gaat straks allemaal jassen. Je mag hier staan. Niet doen. Ik wilde altijd graag iets bereiken. Ik wilde altijd een doel hebben. Ik wil altijd verder kunnen, hogerop kunnen. En ik vond het gewoon leuk om naar school te gaan. En wat doe je nu? Op dit moment werk ik fulltime, zal ik maar zeggen, achter de kassa. Ja, om toch een inkomen te hebben. Om toch voor mij en mijn kind alles elke maand te kunnen betalen en alles te kunnen halen. Want ja, ik sta er niet eigenlijk alleen voor. Ik heb hulp van mijn familie. Maar ja, financiële dingen moet je toch gewoon zelf doen. En dat wil ik zelf ook gewoon doen. Hoe erg is je leven veranderd? Ja, op zich niet zo heel erg. Ik doe nog steeds alles wat ik voorheen ook deed. Alleen, ik zie mijn vrienden iets minder, dat wel. Dan kan ik niet zomaar spontaan ergens naartoe gaan. Maar verder is er niks veranderd. Sinds ik mijn zoontje heb, ben ik in de zin vooruit gegaan, bijvoorbeeld met mijn studie. Ik ben juist meer gemotiveerd om te gaan studeren. Want voordat ik mijn zoontje Lorenzo had, vond ik school echt 100 keer niks. Echt. Ik kon me ook echt niet voorstellen om in een klas weer te gaan zitten. Ik vond het al vroeger heel verschrikkelijk. Ik kan wel heel leuk en aardig vertellen van hoe graag ik wil dat Lorenzo zich later ontwikkelt en hoe graag ik wil dat hij studeert. Maar als ik dat zo graag wil, waarom begin ik dan niet bij mezelf? Vida studeert nu en ze loopt stage bij het project Jonge Eindhovense Moeders. Omdat ze zelf een tienermoeder is, kan ze zich goed verplaatsen in de jonge meiden die ze begeleidt.
zeg maar, een jaar geleden had jij niet echt toekomstplannen. Je wist niet wat je, zeg maar, over een jaar of twee zou willen doen. Heb je dat nu wel? Ja, ik zie nou toch wel beter. Ja, eerst had ik overal... Ja, het interesseerde me allemaal niet. En nou heb ik gezegd, van, ik wil toch iets van mijn leven maken. En ook voor haar. Dat zij een voorbeeld kreeg, dat zij ook iets van haar leven gaat maken. En ik vind dat je ontzettend vooruit bent gegaan. En dat straal je ook helemaal uit, Stephanie. Dat zie je gewoon helemaal, ook aan jouw uiterlijk, gewoon uitstraling. Je straalt ook helemaal. Je hebt er werkelijk waar ook voor gevochten. En dat was duidelijk gewoon dat je mee hebt aan het hele proces. Heel goed. Fida vindt het niet terecht dat jonge moeders tegen vooroordelen aanlopen. En zo ontstaat bij haar het idee voor een film. Ze regelt alles, van iemand die de film wil maken... tot kleding voor een feestelijke première. Alles om de jonge moeders eindelijk een stem te geven... en de vooroordelen weg te nemen. Dan hangt er een mooie ketting bij en je bent al klaar om te gaan. Zorg voor een paar mooie schoentjes eronder en je kan zo de rode loper over. Ja, wel echt als een diva uitzien. Ja, hè? Dat bedoel ik. Ik moet natuurlijk een beetje dat bling-bling idee zijn. Wat vind jij het grootste vooroordeel? Onverstandig bezig zijn. Veel mensen zien de tienermoeders als van die jonge meisjes die nergens aan denken en maar doen en laten wat ze willen. Het is misschien inderdaad geen verstandige keuze als je helemaal geen basis hebt om een kind te gaan nemen. Maar er zijn ook zoveel moeders die het zo goed doen, waar ik echt zo respect voor heb van jeetje. En dan sta ik gewoon zo naar te kijken van, daar kunnen nog tussen haakjes de volwassen moeders van gaan leren. En dus dat heb ik dan heb ik dat wel vaak. En ja, dan heb ik zoiets van, nou, dat kindje mag blij zijn dat jij de mama bent. En vaak zeggen mensen dan van, ja, maar je wilt nog op stap, je wilt dit nog. Maar ik heb zoiets van, sinds mijn dochter is geboren ben ik misschien maar 1 of 2 keer nog op stap geweest. En ik heb zoiets van, ik heb daar geen behoefte meer aan. Als ik nou daar sta in de discotheek, heb ik zoiets van, saai hier, ik ga naar huis gaan naar mijn kleine. Dat gevoel is gewoon meteen weg. En ja, bij mij is gewoon een hele verantwoordelijk gevoel heb ik gekregen. Ik ben gewoon in 1 stuk heel volwassener geworden. Gaan ze mijn kind van me afnemen als ik het niet goed doe? Komt straks de kinderbescherming aan de deur? Ik moet het goed doen, want als ik het niet goed doe, dan ben ik mijn kind kwijt. En dan zie je niet gauw iemand van in de 30 met die gedachten rondlopen. Ik was 16 jaar toen ik zwanger raakte en ik was ook 16 toen ik mijn kindje kreeg. Je bent nu weer zwanger. Dat klopt. Ik ben op dit moment 24 weken zwanger. Alleen ik ben deze keer weer laat achterkomen. Ik ben er pas met 20 weken achtergekomen. Dus ja, dan heb je ook geen keuze meer. Dan is het ook gewoon van even slikken van, is weer laat. Je moet het houden. Ja, je kan geen keuze meer maken. Vind je het moeilijk om hierover te praten? Te vertellen hoe je zwanger bent geraakt. Ja, dat op zich wel. Het is natuurlijk toch een stukje schaamte, zoiets. Ja, schaam je je ervoor? Ja, ik had veel beter op moeten letten. Okay. Het moederschap is niet zozeer een probleem, maar wel de omstandigheden waaronder ze het moeten doen. En nou, stel je maar voor, je bent alleen en je hebt weinig geld, je hebt weinig mensen om je heen, je hebt geen opleiding. Nou, ga er maar aan staan. Ik bedoel, het moederschap op zich is voor iedereen al redelijk zwaar, denk ik. Zeker als je het alleen moet doen, maar onder die omstandigheden is het... ontzettend zwaar. Tell me how you feel about this. Do what I want if I want. Nou, kom op, dames. We're taught in sacrifice to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Luister nou even, niet lachen. Ik stap als eerste uit. En dan ga ik gewoon, dus ik loop uit de limousine, ik loop daarheen. Oh, ik, oh, zo. Nou, dat is voor de vijand. Ja? Als Jari een jaar of 14, 15, 16 is, wat ga je dan tegen hem zeggen? Altijd pil en condoom gebruiken, goed opletten. En als ze iets niet weet of iets fout is gegaan, dan moet hij meteen naar me toe komen. Dus. En als ze straks zelf 15, 16 jaar is? Dan geef ik ze hele goede voorlichting. Ja, ik heb zoiets van,
Als het ooit zou gebeuren, neem ik ze niet kwalijk, want ik heb het zelf meegemaakt. Ik zou ze natuurlijk helpen, maar natuurlijk hoop ik dat het niet gaat gebeuren. En tot ze pas ouder, als ze echt een vaste relatie hebben, een huisje hebben, tot ze dan aan kinderen gaan beginnen. Eigenlijk ben je ook een beetje te laat met bellen, denk ik. Want vandaag is de dag van de première zender. Ben je een goede moeder? Ja, dat is moeilijk. Ja, ik vind het echt iets heel moeilijks om over mezelf te zeggen. Ik wil heel graag een heel goede moeder zijn. En ik heb wel eens mijn twijfels van, oh, doe ik het wel goed? En soms ben ik daar wel onzeker in, moet ik eerlijk zeggen. Ik doe mijn best om een goede moeder te zijn. Ik ben er vols van overtuigd, waar ik dan heel erg meer aan denk, is dat het puur uit onzekerheid komt. Van je eigen ontdekken, van wie je bent. Kan ik het wel? Wie ben ik? Kun je nu nog een leven zonder Jari voorstellen? Nee, absoluut niet. Ja, hij is gewoon een geweldig leuk mannetje. En ik ben gewoon heel gelukkig met hem, dus... Informatie over deze film vindt u op www.katholieknederland.nl. Even iets heel anders. Kruispunt is er op 28 en 29 december... met een kerstspecial van de kloosterserie. Herman Vinkers is dan te gast in het klooster van de Trappisten in Berkel en Schot. Hallo. Goedemorgen. Herman Vinkers. Ja. Hartelijk welkom. Kom verder. Want het is slecht weer buiten. Ja, kunt u nog een novice gebruiken? Ja, zeker wel. Ik ben heel makkelijk en ik eer alles. Zal ik een even koffie? Ja. Lukt het? Ja, dat klopt. Prachtig. Dit is onze abdijkerk. Het is geweldig. Dit is een plaatje. Ja. Ze fleurt op in het gezelschap van de blije, ongecompliceerde novicen... Alleluia. Herman Vinkers leeft 3 dagen tussen de monniken en oefent zijn grote passie, het Gregoriaans zingen. Nou, dat is goed zo. Mooi, hè? Dat is zeker mooi. Ja. Dat is prachtig om te doen. Nou, met deze heren wil ik wel elke dag zingen. Dat is heel therapeutisch ook. Ja? Dat zijn allemaal hele zachte mannen die ook zacht zingen en kwetsbaar. En dat hoort bij die muziek. En ja, het begint gewoon, je sluit je gewoon aan. Iemand zei ooit eens Gregoriaans, het zingt al, je hoeft alleen maar meer te zingen. En we hebben deze mannen ook. Dat komt gewoon op, je zingt mee. Herman Vinkers in het klooster. In 2 extra uitzendingen van Kruispunt op 28 en 29 december om 17:55 op Nederland 2. We hebben ook gisteren gehad over de zin van een nutteloos. In feite is dit allemaal nutteloos, maar zeer zinvol. En soms is het functievolle vaak zo zinloos. De hele maatschappij wordt steeds functioneel en ingericht. En daardoor verliest het al zijn zin, gek genoeg. En de nutteloze is vaak veel, veel zinvoller. Herman Vinkers in de kerstspecial van de Kruispunt Kloosterserie. 28 en 29 december. Noteer die data. 28 en 29 december. Nederland 2, 17:30. Moeder en kind, dat is het thema van deze uitzending. Moeders willen een toekomst voor hun kinderen. In sommige landen, zoals Papua-Nieuw-Guinea, zijn de basisvoorwaarden daarvoor niet eens aanwezig. Aan ziektes die hier in Nederland makkelijk zijn te voorkomen, sterft in dit arme land bijna 10% van de kinderen onder de 5 jaar. Omdat ze niet zijn gevaccineerd. Daarom houden KRO en MEMISA samen een prikactie. Om kinderen in Papua-Nieuw-Guinea te vaccineren tegen ziektes als polio en mazelen. Hella van der Wijst volgde de Nederlandse arts Edward Knol en zijn lokale collega Felix Diacu. Samen proberen die in Papua-Nieuw-Guinea uit alle macht de kinderen te redden.
gaan maar eens aan de slag. Ik ben dokter Edwards. Ik ben dokter Felix. Ik ben de laatste Memisa-dokter hier in Rayou. Ik ben de nieuwe dokter in charge. Mijn droom voor Papua Nieuw-Guinea is dat er maar meer dokters mogen zijn zoals Felix. Die bereid zijn om in een district ziekenhuis te werken. Ik ga ervan uit dat hij er een groot succes van maakt. We have a dream that we people of Papua New Guinea and Shandong province we need more health services to improve our status. De Groningse dokter, Edward Knol, heeft de lokale dokter Felix Diaku opgeleid. Beiden wonen met vrouw en kinderen op het ziekenhuisterrein. Samen proberen zij de gezondheidszorg in de armste provincie van Papua Nieuw-Guinea, Sandaun, te verbeteren. Dat zijn de postoperatieve patiënten van vorige week. Zijn aan liesbreuk geopereerd door Felix en Trevor. Die doen het goed. Deze meneer is gisteravond binnengekomen. Hij was cut to his neck, at the jaw down to his neck. So this is a sketch. Yep. Hoe is knife, hè? This happens a lot, Dr. Felix? I would say yes. Yeah? Yeah. Why is that? Maybe I think our community is a bit sort of not very violent, but when there's something that they're not happy, they take action very quickly. The drive is want to take challenge with regard to difficult patients and see the best I can treat them with limited resources, the best that we can do for them. Like a survival. Wachten tot de patiënt naar de dokter komt, doen Felix en Edward niet. Effectiever is het om maandelijks met personeel en injectiespuit op bush patrol te gaan naar afgelegen dorpjes. Mibla on Bibel Long Pop. Mibla is welkom Long Yublo Shoreline. Waar je nog een time long clinic woont? Pas na de traditionele welkomstceremonie, de Sing Sing, kunnen de dokters beginnen met vaccineren tijdens de moeder-kindkliniek. Kun je net de lampen lijken al heen, ja? Most of mothers, they don't come to the hospital for delivery, supervised delivery, because of various reasons. One of the most common reasons is transport problem. The other is financial problems that prevent them from getting to a center. Hey, please. Hoeveel moeten mensen soms wandelen om het ziekenhuis te bereiken? Ja, in de praktijk is dat denk ik tot een uur of vier, zo voor de meeste mensen. En als je dan heel ziek bent? Ja, wat mensen dan vaak doen is een draagbaartje maken en de patiënt ergens heen dragen. Maar goed, wandelen is hier ook een kwestie van overleven, denk ik. Ja. Ja. Hey, this is normal in our country where there's new visitors coming. It's always we expect that there's a welcome ceremony. Dan kunnen we ons een beetje voorstellen wat voor welkom de eerste Duitse missionaris was. Are you still afraid of the white man, like the guy? No. No? I'm a good friend of white man now. Good friend? Yeah. Good friend with Dr. Edward. Oh, very good friend. De dokters trekken van dorpje naar dorpje, waar de meeste mensen van de zelfvoorzienende landbouw leven. Ja.
He was fighting with a pig. Yes, he had a fight with a pig. When men go hunting, sometimes they're lucky, they kill a pig. Sometimes when they're not lucky, a pig is injured by another person or it's caught in the trap, then the pig retaliates and then it attacks. Luckily, it did not go into the bone or the space. Deze meneer die komt met het verzoek voor family planning. Op zich ongebruikelijk. Er zijn niet heel veel mannen die bij ons komen om daar zo vrij over te praten. Dus blij verrast. Goed plan. Dus kinderen was in Mina. En Mina. Pekinine. Nou, mama is in plan die heb je penis nog helemaal pekinine. Yes. Goed plan. Maar je kan maar goed example long wel rap lang long hier. We waren een beetje zat van het achtergesloten deurenbeleid, waar de dokters dan stiekem een beetje family planning deden. Dus hebben we gezegd van nou, er zijn natuurlijk een aantal medische, goede, goed verdedigbare redenen voor family planning. Onder andere is bijvoorbeeld een moeder die meer dan 5 kinderen gebaard heeft, heeft gewoon een hoog risico op complicaties. En zo zijn er een aantal andere redenen. Iemand die 3 keizersneders gehad heeft of de kinderen te dicht bij elkaar. Hebben we voorgelegd aan de bisschop en goedkeuring voor gekregen. En binnen ons bisdom dus een officieel beleid voor. Daar zijn we heel blij mee als dokters natuurlijk. Dit is dus een heel geëmancipeerde man. Geëmancipeerde man. Welkom. Mama toe, hè. Dus iemand die mag met alle plezier mee naar Ayu voor een sterilisatie. Tijd voor ABBA. De ABBA is hier de operatiemuziek. Kunnen mensen hier beter tegen pijn dan in Nederland? Gemiddeld genomen kunnen ze hier goed tegen pijn, absoluut. Goede pijngrens, hoge pijngrens. Ja. Ja, we zeggen wel eens heel flauw tegen de mannen die voor vasectomie komen van je vrouw heeft pijn genoeg geleden om die 6 kinderen voor je te baren en voor jou is het maar 20 minuten. Dus maar, het wordt niet altijd gewaardeerd. Ja, maar hoi, sorry. Dank je, broer. Dank je dan. Hier aan. Ah, toch zo hè? Al mama, kies hem al pikken niet kam. Bol is dat lo, check hem al pikken niet. Oké, check hem. So, this is where the swelling is. Yeah. Oké. Okay. I think it's a hernia. It's on the right side, so right inguinal hernia. Zelf legt ze de link met de geboorte van haar laatste zoon 12 jaar geleden. Dat zou natuurlijk best kunnen, hè, met het persen dat ze toen een liesbreuk opgelopen heeft. En daar loopt ze dus dan toch al een jaar of 12 mee rond. Is het boek broezel? Oh, no. Nou, why now to solio kam? Veni stap long platijm, dan now to solio kam, ja. Oh, you look in mijn chance, als dokter kan long. Ja, mama zegt van het is toch ver lopen, zelfs voor haar om naar Obroen te gaan. Dus ze is eigenlijk gewoon hier long place hè, in haar dorp gebleven met die tijd. Maar ja, nu is de dochter in het dorp, dus dit is dan wel de kans voor haar om even langs te komen en te kijken waar ze die pijn over heeft. Dus, totdat er echt iets helemaal mis is, willen ze nog wel eens in het dorp blijven. Hè? Ja. Dr. Edward Knol en zijn gezin zien dagelijks hoe de bevolking uit de bush meestal te lang wacht met naar de dokter of ziekenhuis komen, omdat de afstand zo groot is. Een dame met een vastzitte moederkoek, die wordt net binnengebracht uit de bush, maar die ging hier net stuipen op de oprit. Dus, Moet u aan de actie? Ja, ik heb hem al even naar binnen gebracht bij de vroedvrouw en Matthew die zal de vroedvrouw even ondersteunen tot Trevor komt. We hebben Trevor al geroepen, dus die heeft dienst.
Je gaat aan de slag. Ja. Jij woont wel dicht tegenover de ellende eigenlijk, hè? Ja, ze worden hier afgeleverd. Want daar is jouw huis. Hier is het huis. En ja, wat is het? 50 meter? 100 meter, denk ik. 100 meter, ja. Ja. Ik heb 6 koken voor Fanta Orange. Jij hebt bloed op je voeten, maar je hebt ook wondjes. Vind je dat dan niet eng? Want dat is van die mevrouw? Ja, maar ik heb nu even geen tijd om daar weer stil te staan. Die mevrouw die ging hier echt op de oprit onderuit. Dus, je moet wel. Ideaal is niet. Terwijl jij je boodschap aan het doen bent en jouw kinderen lekker een ijsje nemen, kwamen wij net jouw man tegen. Met bloed op zijn been en wondjes. Oh. Houd je af en toe niet je hart vast? Nee. Nee? Nee. Nee, eigenlijk niet. Dat is gewoon deel van het leven natuurlijk, dat je risico neemt. En misschien onverstandig, maar aan de andere kant, als het te laat is, dan is het vroeg genoeg om je zorgen te maken. Ja. Sinds de onafhankelijkheid in 1975 moet Papua-Nieuw-Guinea zijn eigen gezondheidszorg organiseren. En net als het contract van vele andere buitenlandse artsen, loopt ook dat van Edward Knol over 2 jaar af. Eerlijk gezegd heerst er wel een beetje het gevoel dat het wel wat snel is. Want hier is natuurlijk meer dan 50 jaar in Rayo. 50 jaar gerund door expats, buitenlanders. Volunteers, missionarissen, volunteer-dokters, Memisa-dokters. Dat blijft ook zeker hier wel een beetje meespelen in Aitape. Van blijven we in staat om goede kerels aan te trekken zoals bijvoorbeeld Felix. Of dames, dat kan ook. Of gaat dat op een gegeven moment spaak lopen. De toekomst dus van de gezondheidszorg is wat dat betreft een beetje onzeker. Hoe zit het met jouw toekomst? Ja, hele goede vraag. Voor deze 2 jaar heb ik hier dus gewoon nu nog een uitdagende baan liggen. En daarna hebben we eigenlijk al gewoon in goed overleg afgesproken van dan gaan we een jaar naar Nederland. Even weer de banden wat aanhalen met vrienden en familie. En dan maar kijken wat er op ons pad komt. Proost. Als u de kinderen wilt helpen, dan kan dat. Giro 5657. Onder vermelding van prikactie Memisa. Ik herhaal. Giro 5657. Onder vermelding van prikactie Memisa. Meer informatie over deze actie vindt u op www.katholieknederland.nl. Nog lange tijd, als ik al ergens anders ben, brandt dit kaarsje en zoeken mijn gedachten stil hun weg. Als je een kaarsje opsteekt, hè? Voor wie steek je dat dan op? Nu voor Maria zelf. Maar dit voelt altijd goed als je Marie. Het is heel vertrouwd. Dit is altijd goed. Je ziet het bij mensen die protestant zijn of die niet gelovig zijn. Als ze in Frankrijk in de kathedraal komen, een kaarsje branden bij Maria, dat is toch iets oermenselijks. Als je haar de deuren doet, dan doe je iets uit je hoofd weg. Doe je iets uit je ziel weg. Wat typisch des mens is. Dan gooi je een soort archetypisch iets om het heel plat psychologisch te zeggen, gooi je weg. Maar je ontkent een deel van jezelf. Dit was Kruispunt. Ik wens u een heel zalig kerstmis.